Jezus, het programma waarbij we grap en rollen terug gaan brengen bij de mensen hun voordeur. Straat op stel te zetten! Onze borden hebben ze veranderd. En deze week zijn we in Oranjestraat in Heeswijk Dinter. Ja. We gaan deze Oranjestraat iets meer oranje maken, want het EK staat voor de deur. Yes. Jongens, aan de slag, kom op. In de bus. Hoppa. Oké, jongens, luister. Dus het EK staat bijna voor de deur. Ja. Nou, we moeten feest... natuurlijk echt dat feestgevoel brengen. Maar even iets heel belangrijks. Wat? Weet iemand waar die straat is? Ja, normaal is een oranje straat, als je daar binnen rijdt, je ziet niet dat het meestal een oranje straat is. Straks wel. Straks wel. Ja, maar het is wel... Dit is de oranje straat. Daar, ja? Oh ja, botje. Hoppa, we zijn er! Oranje boven, oranje boven. Leven die onweer. Wow! Zo shit. Het is wel lekker weer, hè? We komen wel met de onweer in huis, hè? Nou, ik ga nu niet uitstappen, vriend. Nee, maar die bliksemgast ga ik niet. Ik ga niet aan de lantaarnpaal hangen terwijl het bliksemt. Nee, wel, dat lijkt me dus wel vet voor de video. Ja? Jezus. Wat is de maat, jongens? Dit is niet normaal, joh. Kun je echt niet draaien met dit weer, joh? Ja, dit is niet normaal, gast. Oké, zoals jullie hebben gezien, het regent echt ontzettend hard. Ja, en we willen echt het EK-gevoel overbrengen in de Oranjestraat. Het heeft geen zin met dit weer. Het onweert, het regent, dus we gaan terug en we komen vanmiddag terug. Gewoon als het hopelijk droog is. Ja, we staan met 1-0 achter, maar we komen terug met 2-1. Ja! Regen komt zonneschijn! Ja! Het is een paar uur later, maar we hebben ons de tijd gehad om de bus helemaal oranje te maken. Ja. We gaan nu nog een keer proberen, toch? Ja. Oranjestraat, here we come. Poging 2. Hoppa! Oranje boven, oranje boven. Leven de koning en hey. Ja, Oranjestraat! Ja, Links! Waarom dan exact deze straat? Omdat het de Oranjestraat is. Ja, en het WK komt eraan. Zet dan maar, een leuk thema, actueel. Ja, uitstappen en aan uitstappen en aan de slag! Ja. Zo! We hebben wat extra hulpjes geregeld, jongens. Dus we gaan deze hele straat omtoveren tot één grote oranje vlek. Ja, dat klopt. Trekken, jongens. Top. Ik heb een handje geregeld, dan kan ik dat mooi. Kijk hoor, dat gaan we doen. We gaan deze aan elkaar vastmaken. Ik heb een probleem. Goal! Mevrouw, stop! Weet je wel door wat voor straat u nu fietst? Ja. Wat voor straat? Dit is de Oranjestraat. Nou! Kijk eens aan! Ja, laat dat nou toevallig zijn, hè? Nou, deze. Nee, naar die. Paaltje daar. Die vrienden van partywinkel.nl, die hebben dus echt ons, nou, aan duizenden euro spullen gegeven. Dus dan benoem ik met heel veel plezier jullie winkel. Lekker. Zijn dat grote slingers? Het is zo triest. Ik krijg een bang aan doen met mijn leven. Ik weet het niet meer. Dan kom je nu pas achter naar de vierde aflevering? Het is al laat. Top. Dat is top. Ja, deze moet naar boven. Dit moet naar boven ook. Dan hebben we een hele lijn. Wel uitkijken voor die mensen in de tuin natuurlijk. Wat is dit nou? Wat heb je nou opgehangen? Wat is dit nou? Dit is dus niet ophangen. Dit werkt toch niet? Wat is dit nou zo laag? Jongens, hang gewoon op alsjeblieft. Goeiedag. Ja, zeker. Ja, dan komt iemand helpen daar. Moet ik een tijdje op doen? Ja, zeker. Kijk, zo. En nou kunt u me ons helpen. Is het al vaker gebeurd dat de straat helemaal oranje is gemaakt? Ja. Ja, wij zelf. Oh, jullie zelf? Wij organiseren toen de tijd vroeger. Aha. Ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe vinden de mensen het wel leuk. Het begint al aardig oranje te kleuren. Maar voorlopig zijn we nog even bezig met vlaggetjes maken. Ja, top. Nou, dan wens ik jullie een fijne dag. Ja, dat komt wel goed. Ja. Dat komt goed. Moeten we even helpen om het bankje in de auto te zetten, mevrouw? Oh, kom maar hoor. Rijd er maar overheen. Ja, geen probleem. Oké, so far so good. De mensen die hier wonen vinden het volgens mij redelijk leuk. Maar de bedoeling was eigenlijk dus dat we vanochtend heel vroeg de straten gingen versieren. Nou ja, doordat het slecht weer was, kon dat helaas niet. Moesten we de opname stilleggen. Dus doen we het nu. Alleen nu zien mensen ons automatisch bezig zijn om alles oranje te maken.
Oh, had je er last van? Doe het toch niet. Auw, grapje. Auw. Hey. Hoi, lekker visie gehaald. Lekker potje kibbeling hoor. Zo, zo. Hoe vind je zelf dat gaat? Ja, hoe vind je zelf dat gaat? Ja. Hoe vind jij dat het nou, gaat? Ik vind het triest. Dit zeg maar, zoveel vertrouwen heb ik in het Nederlands elftal dit jaar. Ja. Deze weg is niet meer echt autovriendelijk, jongens. Ik ga de straat nu officieel afsluiten. Waarom? Ik heb nu geen auto's meer in. Maar deze is de weg officieel gesloten. Excuus. Bam! Echt jammer dat doordat we het s'avonds niet konden doen, hadden we tenminste reacties en zo. Ja, dit is helemaal kansloos. Ja, dit is fucking kut, hé. Hey. Nou jongens, dit is het dan. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, eerlijk? Het is oranje. De Oranjestraat is oranje. Maar toch mis ik echt het oranje gevoel. Ja, we missen nog iets. We moeten nog een stapje verder. We moeten groter. Was het echt niet genoeg? Nou, dan gaan we terug naar die bus. Het is niet anders. Er mist iets. Er mist iets. Kan beter. Oké. Even kijken hoe laat het is. Het is tijd voor de grande finale van Straat op Stelten! Hey! En het deed. We gaan. Nee, nog een keer. Hij was wel te leuk, hè? Ja, het is tijd voor de grande finale van Straat op Stelten. En dat gaan we niet in de straat doen, nee, we gaan bij iemand huis doen. Er is maar één persoon in Nederland die letterlijk leeft voor het oranje gevoel. En dat is. Wolter Koes! Daarom ga ik zijn huis helemaal oranje versieren. Alleen hij moet natuurlijk niet thuis zijn, want dat moet natuurlijk een verrassing zijn. Ik weet toevallig heel zeker dat hij niet thuis is, aangezien Giel en Stefan op dit moment clipopnames hebben met hem. Zijn er? Zijn er? Zal die iets door hebben, Steef? En dat is prima. Altijd zo blij die man. Viva Hollandia! Jongens, wat gaan we vandaag doen? We gaan een clip opnemen. We gaan filmen. We gaan filmen, hè? We gaan filmen. Ja, wordt leuk. Dus ik kan rustig mijn gang gaan. Dus ik zeg inpakken en wegwezen. Kunnen ook deze energie een keer bij jou thuis geven, weet je wel? Gaan we bij jou thuis gaan we dit doen? Gaan chips gooien. Gaan we het hele huis oranje versieren en dan gaan we doen. Het staat op beeld, hè? Ik zal eerst even een weekje op vakantie. Het staat op beeld, hè? Het staat op beeld. Dus wij gaan bij jou thuis gaan we het hele huis oranje maken en dan gaan we bij jou voetbal kijken. Ik ga even een huisje ergens in. Ik zijn nu paar cents vet. Misschien even aan de cameraman vragen. Hoi, papa! Hoppakee. We hebben bezoek. Kijk, daar komt hij aan. Het is geen hele snelle hoogwerker, maar hij is wel gewoon heel hoog. Dat is belangrijk. Hey. Hey. Ja, kom maar. Hallo. Ik kom even het huis versieren. Oh, echt waar? Ja. Dat meen je. Ja, Wolter is niet thuis, hè? Nee, hij is niet thuis. Nee, dat wist ik al. Dat wist ik al, ja. Hey, Thomas. We gaan even het huis versieren. Als verrassing voor je vader. Maar jullie moeten wel aan beloven dat we niet stiekem met Wolter gaan appen, hè? Nee. Nee, hij moet thuis komen. Dan denkt hij, wat is hier nou weer gebeurd? Die camera's dan ook, kan hij dat zien of niet? Ja. Oh. Kunnen we dat uitzetten? Dan krijgt hij het ook door. Dus ja, ik trek het liefje eruit. Ja. Nee, dan heb je er geen internet meer. Hoppakee. Ik heb dus hele grote oranje zeilen meegenomen en daarmee kan ik het huis in één keer heel erg oranje maken. Is het idee. Maar bij mij gaat het in praktijk al net iets anders dan ik van tevoren had bedacht. Het is fijn dat we ook niet geen stress hebben, toch? Nee, we hebben ook genoeg tijd, toch? Ja.
We zijn nu met de clip bezig. Wolter Kroes heeft echt helemaal niks door. Nee, hij heeft helemaal niks door. Nee. Je kunt hem ook gewoon met zijn telefoon kun je hem gewoon filmen. Hey, Wolter, hoe gaat het? Want hij denkt dat we een beetje backstage beelden aan maken zijn voor social. Dat is top. Maar ondertussen is dus Thomas nu het hele huis van Wolter op zijn kop aan het zetten. En aan het eind van de dag, dus helemaal aan het einde van de videoclip, dan gaat Wolter naar huis en wij moeten hem soort van gaan volgen ofzo. Ja, we hebben hem volgen, denk ik. En dan hebben we een verrassing voor hem. Ja. En hij heeft niks door. Dus een verrassing voor ons, voor hem niet. Nee, misschien 5 minuten. Maar goed, wordt leuk. Hij vindt het leuk. Ja. Niet over die auto, niet over die auto. Oké, dit is wel top. Dit ziet er goed uit. Oké, jongens, de videoclipopnames die zijn klaar. Ik ben echt als een dolle aan het rijden naar het huis van Wolter. Want ik wil namelijk eerder er zijn. Stefan die heeft nog wat troubles, maar de crew is althans Wolter aan de praat aan het houden, zodat wij er eerder zijn. Maar jongens, Wolter wilde meteen gaan, meteen! Oké, Wolter is volgens mij onderweg, Giel en Stefan ook, dus ik hoop dat ze eerder zijn dan Wolter. Maar we willen natuurlijk het geluid van Wolter hebben als hij hier aankomt rijden. Dus we hebben verzonnen dat Thomas, de zoon van Wolter, daar de hond uit gaat laten en dan bij Wolter instapt. En dan hebben we geluid van wat er in de auto gebeurt. Jij gaat aan het begin van de straat staan, hè? Ja. Giel kan in elk moment zijn. Wolter is als het goed is ook onderweg. Maar Stefan die is waarschijnlijk verdwaald in Amsterdam, dus ik weet niet of hij het gaat redden. Dus dat is een extra spanningsboogje. En nu is het gewoon even afwachten of het allemaal goed gaat. En wat gaat Wolter hiervan vinden? Kan niet zo zijn, toch? Het is wel goed oranje, je toch? Je kan niet zo zijn. Is toch grappig als je aankomt rijden? Erg. Is toch grappig? Ja, wat erg. Ja, top dit. Oh shit, hij is er over 10 minuten. Ja, we zijn allemaal ready. Het ziet er wel gezellig uit, toch? Oké, maar we gaan even stoppen. Want 10 minuten, Wolter heeft een goede auto, die rijdt ook wel door. Daar is hij. Fuck, hij is het! Thomas zit bij mijn auto, het is allemaal goed gegaan. Dit is echt een goede stunt, jongen. Dat is wat. Is dit net gebeurd? Ik wil zo graag weten hoe hij reageert. Oh, wacht. Oh, ik zie het. Ja. Iemand heeft dit toch gedaan? Wij niet? Oké, ik loop er naartoe. 3, 2, 1, go. Ja, kom maar via, loop zo. Ja, kom. Hey, ik vind het wel een mooi kleurtje. Weet je wat je vanmiddag zei? Kom maar bij me thuis. Ik wil voetbal kijken, maar dan maken wij het wel oranje. Dat is goed. Dat is deal. Dat is een deal. Hij is de hele middag hier geweest. Ik ben al vanaf 3 uur bezig geweest met een hoogwerker. Ja, dit wist ik echt niet. Thomas heeft alle camera's voor mij uitgezet. Die hebben ook goed geholpen. Het is wel leuk, hè? Daarom, wat zeg jij nou? Lekker voor je. Ik vond het al frappant, want we gingen net die clip opnemen. En dan was binnen 1 minuut was hij weg. En dat doet hij nooit. Dat doe jij nooit. Ik moest weg. Nee, dat vond je niet van brand, want daar had je niet over nagedacht. Nou, ik heb nog 2 keer gebeld. Ik zei het nog tegen Steven in de auto. Ik zei, waarom is hij nou in 1 tel weg? Nou, lekker een gezellige Brabo, die gozer. Nou weet ik waarom. Wat een gek, hè? Ik vraag me wel af wie dit op gaat ruimen. Hey, dat is Stefan. Stefan heeft het niet gehaald. Heb ik een feestje gemist? Motherfucker! Ik moest jou nog aan de praat houden met dit. Met de garage nog een stukje meerijden. Hij moest helemaal meerijden nog mee. Net je reactie gemist, maar goed. Ja, maar helemaal te gek. Het ziet er wel Dit is wel. Je hebt wel goed oranje gemaakt. Hey, en de buurman die stuurt mij vanmiddag nog een appie. Nee. Je hebt lekkage. Niet waar. Toen dachten we al, er is iets aan de hand. Je hebt lekkage. Ja, dat was lekkage. Misschien vanwege het zeil dat hij dat dacht. Jullie hebben me echt geprankt nou, hè? Jullie hebben me te pakken, hè? Hey! Gaan we weer? Ja! We gaan het weer doen!
we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn hempie staan. Kan hij gelijk voor Hart van Nederland mee? Mooi!